zorgt alleen maar zetelwinst, maar Paars blijft voor de Partij van de Arbeid lastig. Aan de tafel van Nieuwspoort, Mr. Vernieuwing himself, Felix Rottenberg, voorzitter van de Partij van de Arbeid. Samen met Elsbeth Etty, journalist vanzelfsprekend, met Jan Tromp, adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant. En met Tommy van der Meulen, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Jan Tromp, aan jou. Dankjewel. Felix Rottenberg, hartelijk welkom. Terug van vakantie, begrijp ik. Bent u lang weg geweest? Deze zomer wel, ja. Hoe lang? Ik heb 6 weken niet gewerkt. 6 weken. Komt dat leiden? Ik weet niet. Gaat het goed met de partij? Gaat het goed met de partij? Dat is een Amerikaanse vraag, dan zeg ik ja. Morgen verschijnt er een rapport. Er zijn van de week al 2 rapporten verschenen. Morgen verschijnt er een rapport onder de prachtige titel Wonderbaarlijke terugkeer van de solidariteit. In het land van Rembrandt, denk ik er dan bij. Als je naar de publiciteit vooraf kijkt, moet je er misschien bij zeggen en de wonderbaarlijke voortzetting van ruzie. Kok en, als ik het goed begrepen heb, vooral meneer Ballagen zijn verstoord. Waarover? Nou, dat hoort allemaal bij, dit soort rituelen. Ik vind eigenlijk dat men helemaal niet verstoord is. We doen het tamelijk open. Dus men heeft alle concepten gezien. Ook nog de stukken die eigenlijk nog niet zo geslaagd waren of niet zo evenwichtig. En dan mensen die dus bijvoorbeeld midden in de onderhandeling zitten in het torentje over gezondheidszorg, waar het gaat over eigen risico of niet. Heel belangrijk is voor de laagste inkomens, voor de sanering en het betaalbaar houden van gezondheidszorg. Die zien dan ergens een consent langskomen wat zeer kritische vragen stelt over de noodzaak van regeren. Nog in een formulering die niet af is. Ja, dan wordt er eens wat heen en weer getelefoneerd. Maar ik kan mij niet herinneren dat er ruzie is geweest. Maar ja, dat seint zich door. En dat... Maar meneer Rottenberg, u doet nu zo ontspannen daarover. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat er ruzie is geweest. Ja. Een aantal kranten dit weekend dachten daar anders over. Die hadden het over een conflict wat op uitbarsten staat. En eerlijk gezegd, ik kan me er ook wel eens bij voorstellen. Want in dat rapport wat er nu is uitgelekt, althans, staat heel wat kritiek op de Partij van de Arbeid. En met name over het gebrek aan sociaal beleid, het milieu, et cetera. Dan komt uw bestuur, althans de wetenschappelijke instelling, die komt vlak voor Prinsjesdag. Als het kabinet het paarse beleid moet gaan verdedigen en met de voorstellen en de begroting moet komen, komt er vanuit die partij, komt er toch een soort aanval of zie ik dat verkeerd? Nou, ik kan me die vragen goed voorstellen, maar kijk, de timing zal nooit goed zijn. Nou, maar deze timing is natuurlijk vlak voor Prinsjesdag. Het grootste kritiekpunt het afgelopen jaar was, waar is de Partij van de Arbeid? Wat voor een discussie voert die partij nog eigenlijk tussen haar leden, mensen die het beleid maken en met de buitenwereld? En dit is een prima moment na een jaar, als het kabinet een en ander in gang heeft gezet. Maar er staat toch hele harde kritiek in het rapport? Kunnen we het bijvoorbeeld, er staat in, we hebben niet alles gelezen, er staat in ieder geval in dat in het huidige beleid het primaat bij financiën ligt en dat er sociale schade in het land is aangericht. Dat is toch geen adhesiebetuiging vanuit uw partij aan het kabinet? Wat Paul Kalmer heeft gedaan, die al bijna een jaar of 20... Ik moet even zeggen, Paul Kalmer is directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Ja. Wetenschappelijk instituut, die heeft het rapport geschreven. Ja, die sinds 1976 werkt hij bij de Wiardi Beckman Stichting. Die is echt een fantastische analist. Juist op het moment dat men een bepaalde kant opkijkt en hij de andere kant waarschuwt voor gevaren. Bijvoorbeeld, hij heeft in 1982... Maar het is toch geen... Even de methode. Hij heeft in 1982 gewoon keihard gezegd, PvdA is een etatistische partij. Helemaal gericht op de staat. Kan het niet een onsje minder. Nu maakt hij een ordening op ons verzoek. Daar hebben we ook bewust voor gekozen. Na ik weet niet hoeveel nederlagen. Van wat is nou de afgelopen 10 jaar in Nederland. Wat is er de afgelopen 10 jaar in Nederland gebeurd? Nou, daar geeft u een goed voorbeeld van. Ik heb een probleem dat hij met de kritische noot komt. Stelt u toch eens voor. Ja, dat allerlei andere organisaties in Nederland. Die kunnen alleen maar functioneren bij de gratie. Dat ze kritiek genereren. Ja, maar het is niet alleen een kritische. Is het beleid van het kabinet of niet? Of is het een kritiek op het beleid? Nee, het is een analyse die op een aantal punten behoorlijk kritisch is. Ik ben op een aantal punten ook totaal niet met hem eens. Maar die naar mijn mening de enige manier is om te voorkomen dat een politieke partij als de PvdA inderdaad wordt, wat sommigen vrezen, denken of voorspellen, een kiesvereniging van bovenaf bestuurd, gericht op de marketing bij verkiezingen. Maar nog één punt. Dat doen we dus niet. We kiezen voor een lastig model. Nou, daar hebben we ervaring mee. Het is ook niet makkelijk, maar het is voor mij de enige methode. Tony. Nog één punt. Hij schrijft bijvoorbeeld ook dat de sanering van de verzorgingsstaat de afgelopen jaren, toen u voorzitter van de partij was, te ver is doorgeschoten. Neemt u een afstand van dat deel van het rapport of niet? Het is een discussienota. Dus u wil meteen van mij weten, neem ik afstand van die nota. Nee, ik ben er erg blij mee dat die discussie... Nee, maar u discussieert graag, maar u hebt er toch ook een opvatting over? Ja, oh, nou, ik was van mening en ben nog steeds van mening dat de Partij van de Arbeid in de jaren 80, ik weet niet hoeveel kansen heeft laten liggen om bijvoorbeeld de sociale zekerheid te herzien, waardoor die sterk kon blijven. Ja. Met velen, wie niet, en Kalma
wijt daar nog een passage aan. Zijn van mening dat die overhaaste nacht in 1991 tot een zeer onzorgvuldige... Wacht even, dat ging over de arbeidsongeschiktheid. Ja, daar hebben we natuurlijk nog steeds last van. De mensen die daaronder vallen, en dat is onder andere de Tweede Kamerfractie, waaronder Karin Adelmunt, worden daar heel scherp naar gekeken. Waarom? Omdat medici, mensen die te maken hebben met mensen die langdurig werkloos zijn en arbeidsongeschikt zeggen, deze wetgeving is niet in ieder opzicht geschikt. Dat had je eerder moeten herstellen, namelijk tijdens de kabinetsformatie. Dat is voor een deel gebeurd. En voor een deel kom je daar niet helemaal uit, want dan heb je de positie niet voor. Maar dat sluit dan niet uit, dat komen die discussie niet mag aankaarten. Maar komt die timing u als voorzitter nou goed of niet goed uit, vlak voor Prinsjesdag, met dit soort onderwerpen? Het komt, kritiek komt nooit goed uit. En er is, nee, dan komt het u zelf goed uit. Komt mijzelf goed uit. Dat is totaal niet. Dat is nou echt totaal niet relevant. Ik zou me kunnen voorstellen dat het voor mensen als Kok en Wallagen toch dat ze op zijn minst bezorgd zijn. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat ze het als een soort dolksteek in de rug ervaren. En mijn vraag is eigenlijk: waarom moet het op dit moment? Ik bedoel, het gaat eigenlijk, afgezien van de opiniepeiling en zo, gaat het natuurlijk voortreffelijk. Gaat het voortreffelijk met de Partij van de Arbeid? Ze hebben een premier, de populairste man van Nederland, zo'n beetje. Waarom moet hij nou zo nodig zo gepest worden door jullie? Ja, dit is geen pesten. Nogmaals, maar daar blijven we over van mening verwisselen. Ik weet niet hoe dat bij uw krant georganiseerd is. Maar een organisatie die zich bemoeit niet alleen met meningsvorming, maar met de toekomst, staat een grote mate van kritische processen toe om nieuwe ideeën te laten doordringen tot beleidsvorming. Als je dat niet doet, ja, dan word je volstrekt afhankelijk van een heel smal leiderschap. Oké, over die werkwijze zo direct nog iets. Toch nog één vraag over de inhoud, vrij algemeen. Ja. Het sociale beleid van het kabinet Kok, kan dat de toets der kritiek doorstaan? Of verdient dat op een aantal belangrijke punten verbetering? Nou, ik vind dat eindelijk, dat was jarenlang niet mogelijk, er doorbraken in Nederland tot stand worden gebracht. Onder andere door Ad Melkert, die is van de Partij van de Arbeid. Uh-huh. De sociale zekerheid, iedereen die werkloos was, vaak onvrijwillig, kreeg een uitkering en verder niks. Het was onmogelijk met CDA om uitkeringsgeld in te zetten voor het scheppen van werk gewoon bij bedrijven op de markt. Dat is dus sterk sociaal beleid. Het tweede is dat dit kabinet armoedebestrijding serieus begint te nemen. Dat was een vergeten, weggedrukt thema in Nederland. Want men dacht, nou, we hebben een redelijke bijstand, redelijke minima. Hoe kunt u dat nou zeggen? Nou, ik bedoel, tal van mensen die in de arbeidsongeschiktheid terecht zijn gekomen, komen door de privatisering van die arbeidsongeschiktheid in de bijstand terecht. Ja. Op een minimumniveau. Is dat armoedebestrijding? Nou, en dan wil ik u aan herinneren dat voor de kabinetsformatie begon, de VVD, voor de verkiezingen zei, de bijstand moet met 30% omhoog. Ja, de VVD is niet te en de laagste inkomens in Nederland, dat vind ik dus sterk van dit kabinet, worden redelijk, kan nog beter, maar worden redelijk beschermd. En daar is dus die geforceerde discussie is weg. Dus het sociaal beleid kan op tal van punten nog beter. Maar laatste, sociale nota, waar Ad Melkert mee komt, kondigt nu serieus aan, niet op kleine schaal, maar op grote schaal, het mogelijk maken van zorg en educatief verlof. Maar toen u op vakantie was, toen stond er een interview met Max van den Berg, een van uw voorgangers in Nieuwe Revue, en die stelt vast, als je voorstelde bent van gelijk delen, dan zul je letterlijk balen van deze Partij van de Arbeid. Ja, dat vond ik een wat krampachtige analyse. Maar waarom heeft hij krachtig? Ja, omdat... Maar het zegt wel iets over de noodzaak van deze discussie die we nu voeren. Ja, en het zegt ook iets van het kennelijke gevoel van ontevredenheid. Ja, maar u moet zich herinneren. Maar waarom vindt u dat nou prima dat hij het zegt? U zegt van alle discussie, mooi dat het allemaal gezegd wordt. Nou, en kijk, dan? Ja, kijk, ik heb er dus een hekel aan verkramping. Dat ik dus hier met u aan het praten ben en u zegt maar de helft. En dat vind ik dus in de politieke partij, ook in de PvdA, maak het vaak genoeg mee, iets verschrikkelijks. En dat leidt dus tot vals beleid, tot namaak en tot gemiste kansen. Zolang ik daar zit, zal ik dat dus bestrijden. Of me dat altijd lukt, denk ik niet. Vallen en opstaan. En de sociaaldemocratie heeft iets heel paternalistisch van oudsher. En dat heeft ook heel veel opgeleverd. Maar ja, een grote mate van vrijheid en tolerantie in debatten, dat is heel lastig. Maar nu de kern. De kern van het probleem is dat in 1994, toen het kabinet tot stand kwam, heel veel mensen, ook zeg maar in de kring van de WBS, totaal onvoorbereid waren op samenwerking met de VVD, paars. Dat was ideologisch onverwacht. Men dacht, daar komt toch weer iets met het CDA. Want we lijken... U wilde het zelf natuurlijk ook helemaal niet. Ik was er heel erg voor. Formuleer even kort de kern. Ja. Nou, wat was de kern? De partij was dus helemaal niet voorbereid, de Partij van de Arbeid, op een paars kabinet. Ja. Met wat dat... De VVD was jarenlang de natuurlijke tegenstander. En Bolkestein bleef een soort halve part-time oppositieleider. Dus ik ben het hele voorzomer met Ruud Vreeman en andere collega's het hele land afgereisd. Dat doen we natuurlijk met een grote regelmaat. Wat valt nou op in die discussies? Ja. Druk bezocht. Van mensen die al jarenlang lid zijn.
Die komen met Max van den Berg achter verwijten. Het is niet sociaal, het is volstrekt de dominantie van de markt. Rick van der Ploeg, die is ook een kapitalist en soms genuanceerder. Maar er was een grote zorg en angst dat de Partij van de Arbeid na de WAO opnieuw haar sociale positie... En nu? Nou, en wat ik vind, is dat door middel, onder andere, niet alleen, door middel van deze discussie... mensen in het kabinet en wij zelf de gelegenheid hebben om uit te leggen wat we allemaal hebben weten binnen te halen. En met deze discussie bedoelt u die drie rapporten die nu ter tafel liggen? Althans, het derde komt morgen, Tony. Met je pompelde. Ik zit me even af te vragen hoe je dan kijkt naar de positie van premier Kok. Die is ontwikkeld zich tot de populairste man van Nederland, maar hij sleept uw partij niet in de populariteit mee. Dus hebben uw kiezers kennelijk toch een probleem met zijn beleid? Want u zei, ze kunnen zo gerust zijn, uw kiezers, het komt allemaal wel goed. Dat heb ik niet gezegd, hoor. Nou ja, u zei dat het electoraal eigenlijk best goed ging. Nee, ik zeg, dat valt... Daar word je natuurlijk altijd, het is uw vak ook, word je natuurlijk de hel, word je aangekondigd. Maar de positie van Kok, de partij heeft al zijn kaarten gezet op Kok. Is dat verstandig? Nee, dat moet je dus nooit doen. Maar dat gebeurt natuurlijk heel snel. En daar zit ook iets dubbels in, dat merk ik ook bij mensen die kritiek hebben. Die maken in een uur de volgende draai gigantische kritiek op het beleid wat de Partij van de Arbeidsfractie toch moet verdedigen. Ja. En Kok, dat is geweldig. Maar dat moet je dus nooit doen. U zegt, ja, we hebben al onze kaart op Kok gezet. Nee, dat is inderdaad. Nee, dat is onverstandig. Ja, dat is onverstandig. Waarom? Moet eerst even uitleggen waarom. Waarom dat onverstandig is? Ja. Nou, dat tip. Om niet meteen bij een partij te beginnen die nu problemen heeft als gevolg daarvan. Het CDA, 10 jaar lang steeds smaller wordend leiderschap, in alles dominant. Ik heb heel erg de periode Den Uyl meegemaakt. Dat was fascinerend. Wat het effect is geweest van de periode Den Uyl, dat weten we pas over 30 jaar als men echt afstand kan nemen. Maar je kan je er grote vragen over stellen. Maar het leiderschap van Den Uyl was te dominant. Dat heeft ertoe bijgedragen dat er jarenlang in de Partij van de Arbeid, ondanks zijn geweldige avant-gardistische rol soms, geen vernieuwing plaatsvond. Ik vind dus dat het feit dat je een premier hebt, het mogelijk moet maken, met alle pijn die dat kost, dat de partij zich verbreedt, nieuwe thema's aanroert, dat levert tegenstellingen op. Maar als je dat anno 1990 niet kan, dan zit je in een schema van 20 jaar geleden politiek te bedrijven. Ja, u zegt nu eigenlijk twee dingen. Van de partij leidt eigenlijk een beetje onder het premierschap van Kok, hè? Hoe paradoxaal ook. Ja, dat zegt u wel, want... Het is niet verstandig om alle kaarten op Kok te zetten. Anderzijds zou je kunnen zeggen, mensen stemmen tegenwoordig helemaal niet meer op programma's. Mensen stemmen op personen. Dus waarom zou je niet ongelooflijk blij zijn met zo'n premier? En nou heb ik de indruk dat u die rapporten en die discussies, u bent erg goed in het organiseren van discussies, dat er allemaal toe moet leiden om die partij en Kok weer een beetje bij elkaar te brengen. Of juist los van elkaar te maken. Nou, er was in 1991... precies 4 jaar geleden, toen ik onder andere overwoog of ik hier aan zou beginnen, was het beeld van de Partij van de Arbeid, dat is afgelopen. Daar kan geen politiek debat meer leiden tot nieuwe meningsvorming die grote groepen kiezers aantrekt. Die partij moet ophouden. Dat was uw analyse. Mm-hmm. He, van u alle drie denk ik hier aan tafel. En van uzelf. En van uzelf. Ja, zeker. Vervolgens... Dat schept een band. Ja, fantastisch. Die Partij van de Arbeid bestond uit een grote groep leden. Dat zijn nog steeds 70.000 mensen. Die voor jaren actief zijn. Hoe waren het 4 jaar geleden trouwens? Het zijn er 90.000 geweest. Dat loopt terug. Dat loopt bij alle partijen terug. Maar bij ons loopt het fors terug. Ja. Mensen die als raadslid, als wethouder, nog steeds in middelgrote en in kleine steden gewoon registreren dat het nog helemaal niet goed gaat. Dat ondanks Milkert er weinig banen bij komen. Dat de armoede hetzelfde is. En dat er aan de rand van de stad geweldig gebouwd wordt. Maar dat de welvaartstoename niet leidt tot een toename van gelijkheid. Nou is de vraag, krijg je weer een ouderwetse discussie met moties die zeggen dit mag niet, dat kan niet. Waarbij bijvoorbeeld kritiek op de markt, maar ook een analyse van de markt, wat Van der Ploeg onder andere doet, leidt tot een interessante bijdrage van de PvdA aan de arbeidspraktijk en aan ondernemingsbeleid. Nou, als ik dat tot stand wil brengen met mijn collega's, dan moet die partij dus permanent niet leren, dat is veel te simpel, geconfronteerd worden met de uitkomsten van compromissen. En voortdurend opgejaagd worden door nieuwe ideeën, utopieën en fantasieën. Precies, en dan hebt u het betrekkelijk bagatelliserend over nieuwe tegenstellingen. Die moeten kunnen, zegt u. Loopt u niet het levensgrote gevaar dat de coalitie zwaar onder druk komt te staan? En wie zit daarop te wachten? Nou, ik ben wat dat betreft... Bolkestein misschien? Ben ik van een ander hout gesneden. Maar men heeft mij om die reden gevraagd. Kijk, ik kom uit een artistieke wereld waar dat dus nooit een probleem is. Nou, gefeliciteerd. Maar de vraag. Nee. Loopt u niet het levensgrote gevaar dat de coalitie onder druk komt te staan? En wat doet dus Bolkestein, die door u bejubeld en beschreven wordt, die doet niets anders dan een ideetje,
bedoelt u met u? Maar laten we nou even... laat ik het zeggen, u niet. Maar wat ook interessant is aan het verschijnsel andere politicus Bolkestein... is dat hij ideeën lanceert, soms wat wild, ik ben daar niet tegen... dat hij dus het debat entameert, zijn partij het ook niet makkelijk maakt... om Bolkestein, heb ik al eens eerder gezegd, die moet iets anders... Loopt de coalitie gevaar? Nee, loopt helemaal geen gevaar. Sterke bestuurders en een goede premier... die moeten dus eigenlijk inzien dat deze methode hun alleen maar helpt. Maar een goede premier die nu voor de voeten wordt gelopen met 3 rapporten. Ja, nou ja, hier blijven we dus over heen en weer gaan. Ik vind het een volstrekt achterhaalde methode. Mm-hmm. Als je dus braaf zit te wachten op de volgende verkiezingen. Nogmaals, een sterker bestuurder is in staat om kritiek naar zich toe te halen... signalen daarvan te interpreteren... en op grond daarvan ook uit te leggen waar je voor staat. In de techniek van het zaaltje, van het ouderwetse zaaltje. Maar u geeft dus toe dat er in die rapporten... dat rapport wat morgen verschijnt, dat is nog niet in zijn algemeenheid bekend... u geeft dus toe dat daar forse kritiek op het beleid van het kabinet... en op Kok en op Wallagen in staat. Ja, als je natuurlijk ook naar de PvdA-beginselen kijkt... of naar het PvdA-verkiezingsprogramma... En puur vanuit de positie van de PvdA, al zouden wij de enige regeringspartij zijn... dan is er nogal wat af te dingen op dit beleid. Als u aan mij vraagt, vindt u dat er goede compromissen zijn gesloten... wil ik graag 2 voorbeelden geven wat fantastisch is. Maar een heleboel mensen, het is tamelijk ingewikkeld. Doe ik niet badinerend over. Het is ook mijn dagelijks vak om dat te begrijpen, te interpreteren. Ja, die moeten daar ook in meegesleept worden. Nee, ik zou me kunnen voorstellen... Misschien kunnen we dat voorbeeld eens geven. Het voorbeeld, het akkoord over de gezondheidszorg, wat niet lang geleden tot stand gekomen is. Dat is vrij uniek, juist door dit tijdperk, waarin men zegt, het is puur een liberaal kabinet. De prijzen worden nu gewoon gemaximaliseerd. En de tweede? In Nederland. Dus de regering schrijft voor wat het plafond is voor de prijzen voor medicijnen. Nou, het tweede voorbeeld vind ik dat op het, gek genoeg, sommigen zullen nu gaan honen op het terrein van milieu... er toch in Nederland een gesprek gaande is tussen de mensen aan de milieukant en aan de economiekant... dat we natuurlijk toch echt pas op de plaats moeten maken... en niet zonder meer kunnen groeien ten koste van natuur. We hebben nog 3 minuten en we moeten het nog even over uw eigen positie hebben. Hoe gaat het met u? Bevalt het u? Is het leuk nog steeds? U doet het sinds 92. Bent u niet uitvernield? Vernield of vernieuwd? Ik vind die vraag zo irrelevant. Zolang ik er zit, zit ik er. En een heleboel mensen... stellen zich een poos beschikbaar voor de politiek, omdat die partijen relevant zijn. En het veranderen van de Partij van de Arbeid zal, of ik er wel of niet ben, altijd doorgaan onder druk van de buiten- en de binnenwereld. Maar u bent zelf ook, denk ik, ook net een echt mens. En als ik al die knipsels over u lees, ik kom nou zelden zo'n leuk stukje over u tegen. Het is allemaal chagrijn, allemaal kritiek, allemaal partijen alleen niet mee willen doen. Ja. Dat moet toch, op een gegeven moment moet u toch een keer denken. Je moet af en toe eens op vakantie gaan. Je moet zorgen dat je buiten de Partij van de Arbeid andere dingen doet. Ja. Ik ben nog zeer actief in de culturele sector. Moet u acteurs volgen of dichters of schrijvers. Moet u Günter Grass volgen als die een boek schrijft wat niet welgevallig is. Ja. Die man, daar wordt de vloer mee aangeveegd. Als het nou niet lukt met deze 3 rapporten. Gaat u dan weg? Nou, dat wil ik niet eens vragen, maar u stelt zich dus heel veel voor van een discussie. En stel dat meneer Kok en meneer Wallagen zeggen en de meerderheid van de partij van we willen die rotzooi niet. Wat doet u dan? Nou, ik denk dat als bijvoorbeeld deze werkwijze totaal niet effectief is, dat ik de eerste zal zijn, nou, er moet maar een soort secretaris-generaal komen die het doet volgens de werkwijze die u waarschijnlijk prefereert. Nou, dat is een testcase. Wanneer zal dat blijken? Nou, ik kan dus aan het eind van deze procedure... Wanneer is dat? Dat is een ongebruikelijk woord voor mij. Bij het congres in februari kan je zeggen... God, heeft het nou invloed op verkenningen van problemen en oplossingen in Nederland... en beïnvloedt het op zo'n manier kabinetsbeleid... zonder dat de kiezers en de burgers om wie het gaat de indruk hebben... het is daar weer een zooi. Maar zo'n eerste reactie... Gaat hij weg als het niet lukt? Dan, voor mij is de manier van werken. Jawel. Werkt die manier van werken? Als die niet werkt? Als die manier van werken ertoe leidt, we gaan ons... Ik herhaal me... Ja, dan moet iemand en dat zal in het voorjaar toch blijken? Nou, dan krijg je dus een indruk van wat levert dit nu op. Maar je ziet, je maakt allemaal slagen in zo'n partij. Eerst van een gigantische crisis. Dan naar een verkiezingscampagne. Dan verander je de mentaliteit. Met een heleboel mensen die natuurlijk toch af en toe denken. Moet dat allemaal wel? Maar dan ben je geen allemansvriend. Maar het leiden van een partij is toch meer dan een therapeutisch project? Of ja, maar ik denk niet dat waar we het nu over hebben gehad alleen maar therapie is. Ik geloof dat we aan onze tijd zijn. We moeten ermee ophouden. Hartelijk dank voor uw openhartigheid. Maartje. Goed,